Staat u er ooit bij stil dat heel wat van de informatie die u in deze informatiemaatschappij wordt aangeboden een geografische component heeft? Uw adres is wel het meest voor de hand liggende voorbeeld. Maar ligt de bouwgrond die u op het oog heeft in een overstromingsgebied? Of rust er een recht van voorkoop op? En hoe zit het met de inplanting in het gewestplan? Allemaal vragen die zonder geografie onbeantwoord blijven. Het Agentschap voor Geografische Informatie, kortweg het AGIF, is een Vlaamse overheidsinstelling die als missie heeft een optimaal gebruik van geografische informatie in Vlaanderen mogelijk te maken. Dat doen we via verschillende producten en diensten. Het belangrijkste en meest arbeidsintensieve product is het grootschalig referentiebestand, of GRB. Wat houdt het GRB in? Wie over een gemeente vliegt, kan heel wat elementen onderscheiden. Zo zie je wegen, gebouwen, waterlopen, percelen enzovoort. Kortom, tal van zaken die het landschap vormgeven. Bepaalde objecten lijken interessanter dan andere, omdat er belangrijke informatie aangekoppeld is. Informatie die voor veel overheidsinstanties en nutsbedrijven interessant is. Die set aan gegevens wordt opgenomen in een geografische databank en vormt zo het grootschalig referentiebestand, of GRB, van een gemeente. Het AGIF zorgt voor het beheer en de productverspreiding van het GRB voor Vlaanderen. Hoe wordt het GRB aangemaakt? Dienstverleners die door het AGIF zijn aangesteld, meten vooraf bepaalde gemeenten heel nauwkeurig op. Het AGIF-personeel voert een strenge controle uit op die gegevens. De controles worden enerzijds binnenshuis op computerschermen uitgevoerd en anderzijds beschikt het AGIF over een team topografen dat ter plaatse de doorgestuurde gegevens gaat controleren. Als de aangeleverde data eenmaal gevalideerd zijn, worden ze ingeladen in de GRB-beheersdatabank. Van daaruit worden ze dan verder bewerkt. De bewerkte gegevens worden vervolgens in de productendatabank ingevoerd. Uiteindelijk wordt het artikel aangemaakt en verspreid. In de laatste fase wordt het GRB-artikel van de gemeente in kwestie afgeleverd en geïmplementeerd. Een van de eerste gemeenten die het GRB op een doeltreffende manier heeft geïmplementeerd was Braschaat. Het grote voordeel van onze GIS-applicatie is dat je aan de telefoon heel vlug een locatie kunt terugvinden op het beeldscherm. In Braschaat wordt het GRB actief gebruikt, ook bij de loketwerking. Dat levert een aanzienlijke tijdswinst op. Goedendag, ik kom voor een inlichting. Er zijn een huis te koop op de Durentijdlei 146. Ik ben misschien van plan om dat te kopen. Ik zou wel vragen of er mogelijk is om een veranda eventueel bij te bouwen. Ja. Gaan we even kijken, hè. Ja, dus zoals je ziet, dat is gelegen in een BPA en in een verkaveling. Ja. Maar het bijzonder plan van aanleg is ouder, dus dan geldt dat eigenlijk. En dat is een zone voor P2, dat wil zeggen twee verdiepen plat dak. Dus dat is 9 meter hoog. Ja. En u mag daar 15 meter diep bouwen. Het ligt in het woongebied. Ah ja. Oké, dus 15 meter diep. Oké, dat is goed. Een belangrijk gegeven in het GRB vormt het administratieve perceel. Een verbeterde versie van het kadastrale perceel. Daarnaast zijn gebouwen onmisbaar in de werking van een gemeente. Gebouwen hebben immers veelal bewoners en zijn gelegen op een administratief perceel. Op die manier kunnen gegevens over het perceel gekoppeld worden aan personen. Ook alle significante wateroppervlakten en waterlopen worden in het GRB opgenomen. Vanzelfsprekend geldt hetzelfde voor alle openbare wegen die in het GRB voorzien zijn van een straatnaam en wegbeheerder. Over de openbare weg zijn verder diverse gegevens in het GRB opgenomen, zoals rioldeksels, verlichtingspalen, brandkranen, bushokjes, monumenten enzovoort. Op die manier krijgt de wegbeheerder met één klik een zicht op de volledige inrichting van een weg. Boordstenen, vangrails, zachte bermen en muren worden via lijnen in beeld gebracht. Braschaat maakte dankbaar gebruik van het GRB om het tracé van een nieuwe tramlijn in te plannen. Zonder extra opmetingskosten
konden diverse mogelijkheden de revue passeren. Dankzij het GRB werd het mogelijk om heel nauwkeurig de beste ligging van een halte te bepalen, rekening houdend met de omliggende gebouwen en hun inwoners. Verwacht wordt dat de initiële aanmaak van het GRB zal duren tot eind 2013. Op dat moment zal elk van de 308 Vlaamse gemeenten over een GRB beschikken. Het spreekt voor zich dat dit zorgvuldig opgebouwde databestand niet mag verouderen. Daarom zullen we de actualisering van het bestand nauwlettend in de gaten houden. Voor de gemeenten die op dit moment al over een GRB beschikken, werden al bijhoudingsprojecten opgezet. Met GeoVlaanderen wil het AGIF geografische beleidsinformatie aanbieden via het internet. Tientallen geoloketten laten ook het grote publiek toe om thematische informatie en beleidsinformatie geografisch op te vragen. Een lijst van de beschikbare geoloketten is te vinden op onze website www.agif.be. We bieden de mogelijkheid aan derden om naar de portaalsite van GeoVlaanderen te verwijzen. Op die manier kunnen ze de door AGIF aangeboden geografische informatie meteen vertalen naar hun eigen gemeente of stad. Flepos is een andere dienstverlening van het AGIF. Flepos staat voor Flemish Positioning Service. Het heeft voornamelijk landmeters als doelgroep. Flepos plaatst diverse metingen direct binnen hetzelfde referentiekader. Met één individuele standaard RTK-GPS-ontvanger met GSM-modem kan iedere landmeter op het terrein zijn absolute positie in het Belgische Lambert 72 referentiesysteem bepalen. Via 42 basisstations wordt heel Vlaanderen gecoverd. Het kabel- en leidinginformatieportaal, kortweg het CLIP, werd in maart 2007 opengesteld door toenmalig Vlaams minister Chris Peeters. Het CLIP is de centrale planaanvraagmodule voor Vlaanderen. Het vervult een centrale rol binnen de activiteiten van de Vlaamse overheid om informatie over ondergrondse kabels en leidingen efficiënter te ontsluiten. Met behulp van het CLIP moeten catastrofen zoals de gasramp in Gellingen kunnen worden voorkomen. Dankzij het CLIP wordt de dagelijkse praktijk van een aannemer van infrastructuurwerken eenvoudiger en betrouwbaarder. Minister Peeters heeft het project tijdens de persconferentie toegelicht. Wanneer men graafwerken in Vlaanderen uitvoert, moet men toch zeer voorzichtig zijn. Als u weet dat naar schatting 24.000 schadegevallen op jaarbasis zich voordoen, u weet dat wij 62.000 kilometer openbare weg hebben in Vlaanderen, dan ligt daar 500.000 kilometer kabel en leiding. Er worden dan ook dagelijks gevallen van graafschade genoteerd. Niet zelden zijn die te wijden aan de omslachtige manier waarop informatie over ondergrondse kabels en leidingen ter beschikking wordt gesteld. Het CLIP heeft als doel dat knelpunt te minimaliseren en in de toekomst te elimineren. Met het CLIP kunnen plannen worden opgevraagd via één enkele elektronische aanvraag. De planaanvragen worden immers tegelijkertijd elektronisch verzonden naar alle betrokken kabel- en leidingbeheerders die in de werfzone actief zijn. Het is de bedoeling om in de toekomst, onder meer via het GRB, de informatie ook digitaal uit te wisselen. CRAB staat voor Centraal Referentieadressenbestand. De stad Kortrijk maakt al intensief gebruik van het CRAB. Hans Verschuren geeft tekst en uitleg. Het CRAB is het Centraal Referentieadressenbestand. Het is een centraal bestand dat opgemaakt wordt door AGIF. Het verzamelt alle adressen in Vlaanderen op aangeven van een aantal verschillende bronnen. Enerzijds de gemeenten, anderzijds ook het Rijksregister en het kadaster. Het houdt niet alleen de adressen bij, maar ook de adresposities. Het CRAB-project houdt drie zaken in. Ten eerste promoot het een standaard voor de uitwisseling van adresgegevens. Daarnaast wordt een databank bijgehouden met 2,5 miljoen adresposities in Vlaanderen. Tot slot wordt die databank decentraal door de gemeente beheerd. Via het CRAB kunnen in Kortrijk ingewikkelder analyses op een kortere termijn worden gemaakt.
Dus we gebruiken het krab dan eigenlijk om adressen te gaan opzoeken. Er doet zich een melding voor of er is een probleem in een bepaalde buurt. Dan gaan we aan de hand van het adres waar dat de melding is gaan opzoeken waar dat die ligt. En dan gaan we dan gaan combineren met de achterliggende informatie zoals rioleringen, groeninformatie, wegenisinformatie. Dat is het eerste domein. Ten tweede, wij gebruiken het krab voor beleidsvoorbereiding. Een voorbeeldje uit het domein burger en welzijn. Voor het opmaken van een jeugdbeleidsplan zal de jeugddienst nagaan van de bestaande speelpleintjes bijvoorbeeld, als die nog wel effectief zijn. Dus we gaan onderzoeken in de buurt van die speelpleintjes hoeveel jonge kinderen er wonen. Dus we kunnen dan eigenlijk gewoon met een eenvoudige analyse een buffer van bijvoorbeeld 500 meter rond een speelpleintje gaan afbakenen. Dan zoeken we de adressen op en dan gaan we via de bevolkingsgegevens nagaan wat de leeftijdspyramide is van de bevolking in die buurt. En zo kunnen we eigenlijk voor alle andere beleidsdomeinen van de stad analyses gaan maken. Het krab blijft in Kortrijk geen theorie, maar wordt dagelijks in de praktijk toegepast. Het krab laat eigenlijk heel wat meer dingen toe dan vroeger. De stad heeft ongeveer van alle informatie die we hebben, is 80% locatiegebonden. Dus in iedere directie of iedere dienst houdt wel gegevens bij waar er een adres aan vasthangt. Vroeger was die informatie of de statistieken die eruit gehaald worden beperkt tot lijsten en tabellen. Nu kunnen we eigenlijk echt ruimtelijk beginnen in beeld brengen. Kunnen we zones aanduiden waar zich bepaalde fenomenen voordoen. Een voorbeeld daarvan is uit het meldpunt. Hebben we bepaalde tracés kunnen ontdekken waar er veel sluikstorten gebeurde. En dan is er door de politie gerichte controle gedaan op een bepaald traject. De krab databank wordt constant bijgewerkt aan de hand van diverse bronbestanden, afkomstig van regionale en federale diensten. In de toekomst zullen de adresgegevens samen met hun ligging op kaart rechtstreeks van de gemeente komen. De gemeente zelf kennen immers die huisnummers en straatnamen toe aan locaties op het terrein. Alle opgesomde producten en artikelen kunnen, met inachtneming van de gebruiksvoorwaarden, besteld worden bij het AGIF via Giraf. Giraf is de online bestelapplicatie van het AGIF, maar het is meer dan alleen een besteltoepassing voor de beschikbare digitale GIS-data. Gebruikers kunnen een volledig overzicht krijgen van wat het AGIF ter beschikking stelt, de verstrekkingsvoorwaarden van elke dataset voor de eigen organisatie opvragen, één of meer datasets bestellen en na registratie de datasets via internet afladen. Naast dat alles heeft het AGIF ook een niet te miskennen educatieve taak. Met de regelmaat van de klok organiseert het AGIF informatiesessies over de meest uiteenlopende onderwerpen. Voor Flepos-gebruikers werd in het kasteel van Zwijnaarden een Flepos Users Day georganiseerd. Het GRB komt uitgebreid aan bod tijdens de jaarlijkse GRB-trefdag, telkens in november. Voor gemeenten die al volop bezig zijn met het GRB, hetzij in een planningsfase, hetzij in de uitvoeringsfase, worden eveneens regelmatig infosessies georganiseerd. Kortom, het is duidelijk dat het AGIF binnen een bepaalde nichemarkt met heel uiteenlopende activiteiten bezig is. En het werk is nog lang niet af. Als het GRB eenmaal gebiedsdekkend is voor Vlaanderen, zal de hoofdactiviteit verschuiven naar het actueel houden van de ingezamelde gegevens.